Het is een enorme jamboel in de Nederlandse mediawereld. Na alle controverse over De Wereld Draait Door, blijkt er ook op de sportafdeling van de NOS sprake van grensoverschrijdend gedrag. Er is op de radio al gespeculeerd over een presentator die D-sterretje CKPICS zou hebben gestuurd, waardoor de grote sterren van de omroep onder een vergrootglas liggen. Een van die grote sterren is Tom Egbers. En laat zijn vrouw Janke Dekker nou net het gezicht zijn van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag, Morris. Volgens Johan Derksen kan zij haar geloofwaardigheid alleen nog redden als ze zich voorlopig terugtrekt als voorzitter van dit meldpunt. Janke is dat echter geenszins van plan, laat ze weten in het programma van Misha Blok op NPO Radio 1. Heeft ze het wel overwogen? Uiteraard. We hebben dat zeker besproken met het bestuur, maar wat wel de hele tijd naar voren kwam. Het leek alsof Morris dat onderzoek ging doen, maar wij hebben helemaal niets met dat onderzoek te maken. Er is sprake van belangenverstrengeling, zeggen critici op Twitter. Janke, ik zit überhaupt niet op Twitter, dus ik lees die reacties nooit. Ik vind dat zo'n onzin op Twitter. Ik vind dat echt het afvoerputje van de maatschappij, wij van Morris weten daar helemaal niets van en hebben daar ook geen invloed op, dus ik heb geen belang te verstrengelen. En wat nou als er bij Morris klachten binnenkomen over Tom? Dan treed ik meteen terug. Wat nou als Janke daarvan niet op de hoogte wordt gebracht? Nou, ik denk dat als er compromitterende dingen zijn, ze dat zullen doen, want wij hebben altijd dat de onafhankelijkheid en de reputatie van het meldpunt voorop staat. Er kunnen ook klachten over mij komen, hè? Laten we wel wezen. Ze vervolgt, er zijn de afgelopen jaren grote meldingen geweest van organisaties waar ik gewoon zelf voor werk. En die zijn ook allemaal goed afgehandeld. Dat was meer belangenverstrengeling dan dit nu. Als er een klacht over haar binnenkomt, ook al is het er maar één, dan stopt ze ook direct. Ja, natuurlijk. Meteen.